kijkers en vooral jongelui, goeiedag. We zijn hier in de binnenstad. We staan aan de Domineestraat. En als ik zo om me heen kijk, zie ik een gezellige drukte van jong en oud. En wat we hebben gedaan voor u is een reportage maken van, met jongeren over hoe de vakantie voor hun verloopt. Wel gezellig, soms saai, maar het gaat hoe het moet gaan. Vertel een beetje over die gezelligheid. Wat heb je allemaal gedaan? Wel, ik ben buiten de stad geweest. Genoten met mijn zusjes, zusters. Ja, we hebben ook ups en downs gekregen. Maar we gaan ervoor voor een best, weet je. Welke plekken van buiten de stad ben je geweest en wat heb je precies gedaan? Zwemmen of? Ik ben naar de Republiek geweest. Ja, we hebben gezwommen natuurlijk. Ja, daar alleen. De vakantie heeft nog enkele weken. Wat ben je nog van plan te doen voor de resterende vakantie? We gaan nog 2 keer buiten de stad met de familie. En voor de rest genieten met vrienden, vriendinnen. Ja. En de jongeren die buiten de stad gaan, wat voor boodschap heb je voor? Ze moeten voorzichtig zijn, want ja, je weet maar nooit, elke kleine ongeluk schuilt in een hoekje, dat weet iedereen. Ja, dat. We gaan naar de buitenstad zwemmen en we gaan ook daar slapen. Waar zijn jullie allemaal al geweest buiten de stad? Powaka, BBC, nergens meer. Er zijn nog een paar weken in de vakantie, waar ga je nog allemaal met je ouders? BBC om te gaan slapen. Wat voor boodschap heb je voor die andere jongeren die ook van hun vakantie genieten en buiten de stad? Zodat ze bijvoorbeeld voorzichtig moeten zijn. Wat voor boodschap? Voorzichtig zijn met het zwemmen. En naar hun ouders luisteren. Gehoorzaam zijn. Wel, mijn vakantie is dan natuurlijk heel leuk. Ik ga uit, zwemmen. Er is nog wat vakantie over. Wat ben je nog van plan te doen? Of wat wil je nog doen in deze vakantie voordat de school start? Dus ga je nog misschien met vriendinnen stappen of ga je schoolspullen doen? Vertel hem. Ja, ik ga nog met vriendinnen stappen en schoolspullen doen. Ja, dat alleen. Wil je nog iets zeggen aan de andere jongeren? Zij hebben ook vakantie en ze gaan buiten de stad naar verschillende plaatsen. Kan je ze iets bemoedigen? Ja, als je buiten de stad gaat, wil ik zeggen dat je voorzichtig moet zijn. En je tijd nu toch besteden in de vakantie. Nou, ik ben naar verschillende plaatsen gegaan. Zwemmen en zo. En waar je bent geweest? Ola Creek. Nikkei, ja, plaatsen daar. En je hebt nog zeg maar 2 tot 3 weken vakantie. Wat ben je nog van plan te doen in deze vakantie? Nou, niet zo. Ja, ik ga nog even buiten de stad en een paar dingen doen, ja. En de boodschap, wat is je boodschap naar de andere jongeren die ook nog genieten van de vakantie buiten de stad gaan en zo? Wat heb je ze te zeggen? Nou, ik wil ze zeggen van wanneer jullie gaan zwemmen, wees voorzichtig. Ja, en laten we gezamenlijk weer een nieuwe schooljaar beginnen. Dat is het wel leuk, ja. Uitgaan en al die dingen. Maar ja, dat is het wel goed. Voor mij wel hoor, voor andere mensen ik weet het niet. Ik ben nu bezig met het kopen van schoolspullen, ja. Want later ga je geen goede spullen meer vinden wanneer het te laat is. Dus ik begin al te kopen. Wat zie je graag dat er voor jongeren gedaan wordt in de vakantie vanuit er is een ministerie van Sport en Jeugdzaken. Wat wil je dat ze moeten doen voor de jongeren in de vakantie? Je bijvoorbeeld willen dat ze bijvoorbeeld meer dingen voor jullie organiseren, activiteiten of zo. Wat zou je precies willen? Wat ik zou willen is dat voor de jongeren als vakantiejob zou het beter zijn als de organisatie zo het goed vindt om een vakantiejob voor de jongeren te zijn. En we gaan nu kijken naar de volgende beelden buiten de stad. Check. Fuse ODG and SPZ, what we tell them? Blaze them! Look at you.
in that dress. Girl, you dangerous like a gun. Give them you, nothing less. Girl, you murder everyone. Your love is a killer. Your love is a killer. Hey, look at you, in that dress. Girl, you dangerous like a gun. Give them you, nothing less. Girl, you murder everyone. Your love is a killer. Your love is a killer. Yeah, look at you. Somebody call the popo. Cause the way that you looking is so cold. If you ain't ready, then you need to go home. And beware, you see her running on a solo. She got me begging Odo. And she all up on me like a logo. But I'm not complaining. Vandaag ben je a white bitch. Wat ga je allemaal doen op White Beach? Een beetje relaxen, zwemmen, ja, genieten van de zon, tot rust komen, ja. Is dit je eerste vakantie dat je bent geweest of zo? Nee, ik ben al eerder naar Cola Creek geweest. Ja, achter Cola Creek. Dat was het, ja. Ik ben niet echt buiten de stad geweest voor de vakantie. Dus deze vakantie van je, is het saai geweest voor je of is het... Wel, ik zou niet zeggen saai, maar het hangt er vanaf wat je doet en al. Maar ik hoef niet speciaal buiten de stad te gaan om te genieten. Maar ja, ik ben toch wel op straat gegaan, een beetje wandelen, gewerkt, vakantiejob. Dus dat is het zo'n beetje. Vandaag is de eerste dag dat ik buiten de stad ben gegaan. En ik geniet ervan. Ik heb niet echt vakantie, ik werk. Dus het is de eerste keer dat ik buiten de stad ben gegaan. Dus van de vakantie. Okay, en hoe vind je deze plaats tot nu toe? Het is zonnig, het is wel mooi en ja, het is plezierig, meer is het te zeggen. Ben je nog van plan om nog naar andere plaatsen te gaan? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Hoe heb je vakantie tot nu toe ervaren? Wat heb je allemaal gedaan? We waren meestal naar zwemplaatsen geweest, was toch wel leuk. En ja, dat is het. Nog een paar dagen en dan begint de reizenvakantie om dus. Oké, welke plaatsen ben je allemaal? Ik was naar Cola Creek geweest. Vandaag is het White Beach. En ook door de week en zo waren we ook ergens anders gaan wandelen en zo naar de mall. En ja, alle leuke plaatsen. Oké, hoe vind je deze plaats tot nu toe? Leuk. Ik ben volgens mij 1 jaar geweest en het is een leuke plaats. Het is veranderd. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Vanuit Nederland vertrokken naar Suriname om mijn jarig te vieren. Ik was 18 september jarig en vandaag is mijn moeder jarig. Die is 59 jaar geworden. Hoe vind je het hier op de Republiek? Heerlijk, ontspannen. Geen lawaai, geen auto's. Heerlijk en rustig. Heb je nog wat te vertellen van de mensen thuis, van de kijkers? Nee. Nog niet zijn gekomen naar de Republiek? We zijn gisteravond in het water geweest, was heerlijk. Ik hoor dat er nu een paar visjes zijn, dus we gaan er niet in. In de vakantie zoveel mogelijk buiten de stad, de Republiek, Cola Creek. Je weet het, een beetje genieten. En de kinderen naar buiten brengen natuurlijk. We hebben ook vernomen dat we een 3-jarige hier hebben. Dat klopt. En het feest gaat zo meteen beginnen. Dus we wachten nog even op de gasten. Want die komen zo meteen. En dan gaat het feest wat bossing. Hoe is dat sfeer hier zo voor het publiek?
atmosfeer is heel rustig, is anders als andere plekken openbaar. Hier is het privé, dus de sfeer is heel anders. Jammer genoeg begint de school volgende week, dus ja, het gaat niet lukken, maar in de weekenden zijn we altijd buiten de stad. Elk moment dat ik vind, ben ik buiten de stad. En is het heerlijke ervan, Suriname, buiten de stad zijn. Put your flags up in the sky, in the sky. And behalve hier, waar ben je nog allemaal anders geweest in deze vakantie? Wel, naar de stad. Gaan logeren bij families. Ga je, er is nog ongeveer een weekje voordat de school begint. Ga je nog ergens naartoe of is het gewoon thuis uit deze Morgen zouden we nog gaan zwemmen. En gaan ook nog naar de stad om te wandelen. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un pecado. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. A tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada, yo solo quiero darte un beso. Porque tú te regalan hoy tu hand, para participar en su amor, ya fuiste de
Wat ga je nu nog doen? Er is nog een week vakantie. Wat ga je nog doen in de vakantie? Oh, zwaar chillen. Ja, dat. Straks begint de school weer. Welke boodschap heb je voor alle jongeren? En zeg je nou? Zo, ik ben de vriend. Zo zeggen, ga ervoor. Als je niet over bent gegaan, of niet geslaagd, ga ervoor. Zet je beste beentjes voor. Je kan het. Succes. Het was heel leuk. Ik heb genoten. Ja, dat is het. Behalve hier, waar ben je allemaal nog meer gekomen? Waterpark, wijnbies, ja, buiten de stad en genieten met vrienden. Wat ga je nog doen en geef een boodschap aan alle jongeren die straks naar school? Ik ga nog genieten en ik wil een boodschap geven aan alle jongeren dat ze hun best heel hard moeten doen. En vanaf de eerste dag goed opletten en hard aanpakken. We hopen dat jullie hebben genoten. We hopen dat het veilig aan toe is gegaan. En we zien jullie dan volgend jaar weer.